Het barbecue-seizoen is geopend! En dat vieren we tijdens de barbecue-weken, 7 weken lang, elke week een heerlijk gerecht. Ik ga vandaag een klassieke maken, namelijk sperps. In deze rub gaat onder andere suiker, mosterdzaad, koriander, paprika poeder, komijnpoeder en een beetje zout. Nu gaan we de ribben insmeren met de zelfgemaakte rub. En dit laten we eventjes een kwartiertje, 20 minuten rusten. En dat zorgt ervoor dat we ook de tijd hebben om de barbecue even aan te steken. De Summit Charcoal. De ribben hebben nu mooi 3 uur in de rook gelegen. En zoals je kan zien, hebben ze een mooi kleurtje gekregen. Hoppa. En we gaan ze inpakken. En doordat we ze gaan inpakken, worden ze netjes vermalst. Dat doen we dus door een zuur toe te voegen in de vorm van cola. En om het malsen te maken nog een beetje boter. Klein beetje boter zo erbij. En dan krijgen we dus botermalse ribben. We zijn 2 uur verder, dus de sperrips hebben nu in totaal 5 uur op de barbecue gelegen. En nu gaan we ze voorzien van een mooi laklaag. En dat doen we dus met onze barbecue saus. En hij gaat nu dus weer terug de barbecue op, met saus. Barbecue steeds op dezelfde temperatuur, 100 graden. En dan heb je perfecte ribben. We zijn nu weer een klein uurtje verder. En we gaan eens even kijken hoe ze erbij liggen. Smullen. Nou, je ziet het al, het valt mooi van het bordje af. Hier zijn ze nog een beetje mooi roze. Dat betekent dat het rookhout mooi intens het vlees in is getrokken. In barbecues noem je dat de rookring.